Dat we heel erg werken met een heel sterk ensemble, die eigenlijk alle muziek en ook alle zang voor hun rekening neemt. En nou ja, iedereen kent Cruijff, die kon ongelooflijk lekker ouwe hoeren tussen alle bedrijven door. En dat is dan ook precies wat ik ga doen tussen de muziek door. En soms doen we dat heel erg op de muziek, soms ga ik langs de muziek, maar dat moeten mensen maar komen bekijken. Ik denk dat het zo'n tof project wordt. Het is helemaal nieuw, het is natuurlijk helemaal from scratch bedacht. Het is niet iets bestaans en ja, het doet eer aan onze grootste internationale wereldster die Nederland denk ik op een bepaald gebied heeft voorgebracht, op voetbal. Dus... Ik zat daar laatst over na te denken. Ik ben toevallig, als er iets origineel Nederlands gemaakt wordt, ben ik erbij. Toevallig, hè? Arnie M. G. Schmid, het schaap. Het is oer-Nederlands. En ja, daarom dachten ze, we bellen Jeske. Nee. De verwachtingen zijn dat we echt in scènes van verschillende rollen moeten wisselen. Dus bijvoorbeeld jasje aan en dan half uit en je tekst doorgaat spreken. Dus het wordt echt een nieuwe vertelling. Het is niet een standaard vertelling, dus dat wordt volgens mij wel heel cool en gaaf om naar te kijken. En als acteur is dat heel leuk om gewoon met zoveel verschillende dingen zo lekker uitdagend te gaan spelen. Dat is een hele goede vraag, want dat ligt natuurlijk enorm op de loer. Iedereen kan Cruijff wel een paar minuten nadoen in de kroeg. Maar een avondvullende voorstelling op die manier vol ouwe hoeren als Cruijff is natuurlijk wat heel anders. Ik heb heel lang gewerkt aan zijn stem. Om daar de nuances in te gaan vinden. En we spelen ook wel een beetje met het feit dat ik soms een beetje tegenaan zit of juist heel erg induik. Maar we gaan daar proberen heel genuanceerd mee om te gaan. Ja. Ik zie er natuurlijk heel anders uit. Ik heb donker haar. Zij was hartstikke blond en heel lang oud model is ze eigenlijk ook geweest. Heeft shows gelopen in Milaan, in Parijs. Ik ben iets kleiner van stuk, maar dat kunnen we gelukkig op toneel oplossen. Dat scheelt. We spreken eigenlijk wat mensen in hun omgeving. We hebben ook natuurlijk contact met het Cruijff Management. Het is zo'n bijzondere vrouw eigenlijk. Danny is zo... zo sterk, zo eigen gereid, wist altijd er mannetje te staan, was altijd heel modieus gekleed, altijd zag er ontzettend goed uit. Echt een vrouw van de wereld en ik denk dat zij heeft Johan eigenlijk tot een man van de wereld ook gemaakt. In die zin is dit absoluut geen voetbalmusical. We zoomen heel erg in op de beginjaren van Cruijff en dus ook op de beginjaren van Danny, zijn vrouw. Hoe zij als koppel omgingen met die enorme wereldfaam die over hun heen viel. En we zoomen heel erg in ook op zijn gezinsleven en ook op het werk en wat het met Cruijff deed, wat het met Danny ook deed. Al die aandacht. Het is ook zo dat zij in Nederland natuurlijk ook heel veel, ook best wel negatieve dingen over zich heen hebben gehad. Vooral ook Danny. En Cruijff heeft bijvoorbeeld ook altijd gezegd, er wordt gesproken over Danny, de vrouw achter de voetballer. En Cruijff was daar absoluut op tegen. Hij heeft altijd gezegd, Danny staat naast mij. En zo komen ze ook echt naar voren in al zijn biografieën als een enorm sterk team. En dat willen we ook op die manier gaan neerzetten. En ik denk dat het, omdat het ook gewoon gaat over menselijkheid, hoe er wordt omgegaan met emoties en wat er op je afkomt, dat het een hele een musical is voor een heel breed publiek. Wij gaan samen, ik denk dat ik gewoon soms een ploeggenoot van Johan ben. En soms, we doen het met z'n, wat is het, 14e? Een ensemblevoorstelling. En hij is een beetje de JC, de Johan Cruijff, de Jesus Christ, waar het omheen verteld wordt. Ik denk dat er voor iedereen iets in zit wat heel erg te gek is. Ik denk als je de muziek helemaal hoort, nu hebben we een fragment gehoord, dus vrij rock allemaal. Er zit veel meer verdieping in natuurlijk en dat is echt te gek. Cruijff, ja, spotten met de zwaartekracht zou je kunnen zeggen. Daar wordt vaak over gezegd. Hij was zo vliegensvlug in het veld. En zo. Dat wil ik op een of andere manier wil ik dat
ook pakken. Dus daarom dachten we van, nou, we willen dit uit gaan proberen. En ik vind het heel erg magisch werken. Er moet nog wel heel veel gebeuren en zo, maar ik denk dat dit echt wel een moment wordt in de voorstelling. Mensen denken, wauw. En daar gaat het mee. We hebben samen hiervoor ook een productie gedaan, Mammoet. Daar hebben we ook samen, waren we ook geliefden in. Dus dat scheelt al, dus we hadden al een goede klik. En ja, met Toby is het altijd een groot feest. Het is, qua comedy kunnen we goed op elkaar altijd timen. Ook qua drama. Dus ik denk, ja, ik heb er heel veel zin in om met hem dit, zijn vrouw te gaan spelen. Ik heb hiervoor met Tom de Ket gewerkt in Mammoet, de musical. Dat was in Drenthe. En daar ging ik ook al vrij losjes met de tekst om. Tom de Ket is een regisseur die je laat je heel veel improviseren. Laat je heel veel kanten opvliegen totdat hij uiteindelijk de teugels aantrekt en zegt we gaan het zo doen. Maar dat is ongelooflijk leuk om dat in samenspraak uit te gaan zoeken. En ik heb ook al gezegd tegen Tom, ik ga deze repetitieperiode heel veel improviseren. Want dat deed Cruijff stiekem ook. En we hebben al een aantal repetities gehad en dat vindt hij eigenlijk alleen maar heel erg leuk. Ja. Het gaat om zo'n iconische held van velen, dat zie je wereldwijd, de Russische pers was er zelfs vandaag. Kijk naar de voorstelling over André Hazes, dat zijn ook mensen die niet typisch naar musical gaan. Ik denk dat Johan Cruijff ook een heel breed publiek heeft wat hier dan naartoe komt. Ik denk dus dat dit eigenlijk, misschien wel voor het eerst, nou ja, dat durf ik niet te zeggen, maar piep me er niet vast. Maar ik denk eigenlijk dat het voor het eerst iets is, ja, wat, waar je nou precies met je man naartoe kan. Of je man denkt, nou ja, hey, dat wil ik nou een keer wel echt heen. Omdat het gaat natuurlijk over voetbal, daar ontkom je niet aan. Ik denk ook dat het te gek is, maar ook met echt de originele beeld van wedstrijden. Maar ook, je ziet natuurlijk ook het perspectief vanuit Danny ook. En dat maakt dat ook voor mensen die misschien niks met voetbal hebben, dat het een waanzinnig interessant verhaal is, omdat hun levensverhaal zo inspirerend is. Ze hebben een ontzettend leven gekend van heel, heel erge ups en heel erge downs. En ja, daar gaat het. Dan leer je eigenlijk, kom je erachter waar het leven echt over gaat. En ik denk dat iedereen, oud, jong, man, vrouw, daar zoveel uit kan halen. En daarnaast wordt het ook nog eens een te gekke show met en comedy en drama. En natuurlijk fantastisch te gekke muziek. In een waanzinnig decor. Dus ik denk voor ieder wat wils.